ik eigenlijk beginnen? Nu is natuurlijk de PVHH een grote vereniging waarin ook niet alleen maar de laryngectomie-patiënten zitten, maar zeker ook de mensen van het vroegere klankbord. Dus ik wil me vooral richten op de late effecten van de larynxtumoren en dan in het bijzonder de laryngectomie. En van de oropharynxtumoren en dan in het bijzonder de commando's. Dan naar de volgende dia. Dan moet die wel gaan. Ja. Nou, dan kan je zien dat mensen die komen met een tumor in het hoofd-halsgebied kunnen chirurgisch behandeld worden. Maar natuurlijk ook met radiotherapie met of zonder chemo. En eigenlijk de grootste groep zijn de mensen die chirurgisch behandeld worden, maar daarna ook nog post-radiotherapie krijgen. De chirurgische patiënten zijn natuurlijk de laryngstumoren en dan wil ik me dus vooral toeleggen op de laryngectomie. Maar er zijn natuurlijk ook de laserexcisies van de stembanden. En bij de oropharynxtumoren zijn dat de commando's. Dat is een afkorting voor de meeste mensen wel bekend van de Combined Mandibular Operation. Dat is de operatie in het mondgebied. Maar er zijn ook kleinere tumoren en dat noemen we dan de lokale excisies. Die operaties zijn ook vaak wat kleiner. Als je dan kijkt naar de anatomie van een laryngectomie, dat is voor de behandeling, zie je dat het strottenhoofd nog intact is en dat de luchtpijp naar de mondholte gaat. Na de operatie zie je dat de luchtpijp naar de hals is gebracht, waardoor er een tracheostoma wordt aangebracht. En je ziet hier ook al de ventielstemprothese, waarmee de lucht naar de slokdarm gaat en de mensen daarna kunnen spreken. Dat is de anatomie na de laryngectomie. Bij de oropharynxtumoren, de commando's, is de lokalisatie van de tumor op veel meer plekken dan alleen maar het strottenhoofd. Je hebt namelijk tumoren in de onderkaak. Daarbij heb ik ook de bovenkaak geschreven, maar niet omcirkeld, maar dat kan natuurlijk ook. Je hebt tumoren in de tong, in het zachte gehemelte, de tongbasis of de epiglottis, zoals hier te zien is. En jullie kunnen jullie allemaal voorstellen dat als er in dit gebied geopereerd wordt, een van deze plekken, dat er altijd problemen ontstaan met het slikken of met de spraak. Wat is dan de logopedische revalidatie? Dan zie je bij de laryngectomie dat het accent ligt op een nieuwe manier van stem geven. Dat gebeurt wel polyklinisch. In onze kliniek krijgen patiënten nooit les of wij starten nooit met het stemgeven in de kliniek. En daarnaast natuurlijk de slikrevalidatie. En dat gebeurt wel klinisch. Mochten er problemen zijn en gaat het moeizaam, dan vervolgen we dat ook polyklinisch. En bij de commando ligt dat anders, want daar ligt het accent vaak op de slikrevalidatie. Dat gebeurt klinisch. En oké, okay. Kan ik gewoon doorgaan? Ja, hè? Je mag heel even. Klaas, wil jij je microfoon uitzetten? Welkom. Oké, zal ik verder gaan? Ja. Oké, super. En dan bij de commando's zie je dat het accent ligt op de slikrevalidatie. Wij behandelen zeker klinisch, begeleiden we de mensen bij het slikken. Maar ook daar als er problemen zijn, dan vervolgen we dat polyklinisch. En daarnaast is er natuurlijk ook de spraakrevalidatie. En je ziet wel dat dat vaak polyklinisch gebeurt. In de klinische fase is het accent echt op het slikken. Wat zijn nou de factoren die de stem beïnvloeden? Want dat is toch het accent bij de laryngectomie. Nou,
U kunt zich voorstellen dat de grootte van de operatie enorm belangrijk is en een effect heeft op de stem. Dan zie je daarachter de larynxextirpatie, dat is de laryngectomie. Maar het kan ook zelfs dat er een groter deel weggehaald wordt en dat heet dan de larynxfaryngsextirpatie. Waarbij ook een deel van de slokdarm verwijderd wordt, omdat de tumor ook daarin is doorgegroeid. En als dat zo is, moet er een reconstructie plaatsvinden. En die reconstructie maakt ook dat dat ook de stem kan beïnvloeden. Want er kan dan of een stukje dunne darm teruggeplaatst worden. De maag kan naar boven getrokken worden, de buismaag. Of mensen krijgen een PM-lab. En dat is een afkorting voor pectoralis major lab. Dat is de borstspier die dan gekliefd wordt en naar boven gebracht wordt om het defect in de hals te bedekken. En bij alles wat er gebeurt, als het gereconstrueerd wordt, kan dat een invloed hebben op de stem. Daar kom ik later nog op terug. Er is altijd oedeemvorming. Er is meer slijmvorming na de operatie. En door de radiotherapie is er ook verminderde flexibiliteit. En wat er ook kan gebeuren, is zeker in de slokdarm, dat er littekenvorming kan ontstaan, doordat er bijvoorbeeld dat stukje jejunum, dunne darm, is geplaatst. En dat, die littekenvorming kan ook stenose veroorzaken. En daar zal ik later op terugkomen. Dat is natuurlijk enorm problematisch met het slikken. Wat zijn de factoren die het slikken en de articulatie bij de commando beïnvloeden? Dat is de localisatie in het mondgebied, wat ik net vertelde. Is het een deel van de kaak? Is het een deel van de tong? De grootte van de tumor. Hoe groter de tumor, hoe meer er weggehaald moet worden. En u kunt zich voorstellen, als er veel weggehaald wordt, dat er dan weer een grotere reconstructie plaatsvindt. Nou, die reconstructie, dat kan met een vrije lap en die wordt vaak uit het bovenbeen gehaald. Dat zijn dikkere lappen en dat betekent vaak dat de tumor, als die erg groot is, dat er dan een bovenbeenslap, zo wordt dat dan ook genoemd, geplaatst wordt. Terwijl als de tumor wat kleiner is en de lap gelukkig wat kleiner kan zijn, dan wordt er gekozen voor een onderarmslap. Wat ook kan, is dat er gebruik wordt gemaakt van het wangslijmvlies. Dat wordt dan gekliefd en dat wordt dan ook op het defect geplaatst. En als laatste is dat de fibula plus lap. Het is namelijk zo dat de mensen waarbij de tumor in de kaak zit, daar werd vroeger de kaak werd verwijderd en kwam er een ijzeren plaat. En dat is gelukkig al jaren dat veranderd is in de fibula. En dat is een bot uit de kuit. En ook de huid van de kuit wordt daarvoor gebruikt. En dat is dan de bedekking van dat stukje bot. En dat wordt dan zo gebroken dat het de vorm van de kaak weer is zoals die was. En dat is lichaamseigen, dus wordt minder afgestoten. En dat is dat is heel fijn dat deze techniek er nu is. Want dat geeft veel minder nadelige effecten in verloop van tijd. Ook hier zie je weer dat er zeker ook oedeem is na de operatie. En wat ook het slikken zeker kan beïnvloeden. En ook de radiotherapie, waar weer het stukje verminderde flexibiliteit komt. En ook die ontzettend droge mond, omdat daar natuurlijk alle radiatie op is geweest op de speekselklieren. Dus dat er mensen last hebben met een duur woord van xerostomie. Dit wilde ik jullie even laten zien.
dat mogen jullie weer vergeten. Maar het is hierbij zien jullie heel goed dat alle elementen in dat mondgebied ontzettend belangrijk zijn bij de articulatie. Mis je een deel van de lippen, dan kan je de P, de B, de M en de W niet meer uitspreken. Is je tong voor een gedeelte verwijderd, en zeker als dat de tongpunt is, dan kan je niet meer met je tong achter het plekje van de tanden komen, de alveolair rand, en is het uitspreken van de T, de D, de S, de Z, de L, de N en de tongpunt R niet of nauwelijks meer mogelijk. Nou, en zo heb je dus alle onderverdelingen. En zie je bijvoorbeeld ook, is er een stuk van het zachte gehemelte weggehaald, dan is de K dus niet meer uit te spreken en de G en de harde G. En dat geldt ook voor de huig. En dan zou ik met mijn Rotterdamse huig R, zou ik dus niet meer de R kunnen uitspreken en wordt het een R, of zou ik de tongpunt R aan moeten leren? Nou, dit zijn echt, als je dat dan ziet, dan weet je pas wat er allemaal, welke gebieden er eigenlijk allemaal nodig zijn om te articuleren. Wat zijn nu de verschillen? En dan bedoel ik de verschillen in het algemeen bij de laryngectomie en de commando. Wat ik al vertelde, het accent ligt op het stemgeven. Het is een ander geluid. Je moet leren met veel hulpmiddelen om te gaan. En er zijn ook wel vaak ontwikkelingen in die hulpmiddelen. Je ziet dat er nieuwe kleppen worden ontwikkeld, nieuwe pleisters. Nou, daar weten we nou alles van dat we tegenwoordig ook zelfs de Atos-pleister hebben met 23 mm in plaats van 22. Waardoor niet alles meer compatible is. En de nieuwe protheses. Dat is een ontwikkeling. Dat duurt wel altijd veel langer. Maar ook daar zijn ze, zeker op de achtergrond, wordt er enorm veel ontwikkeld om ook daar weer nieuwe ontwikkelingen in toe te passen op de protheses. Bij de commando's ligt het accent meer op het slikken en op een andere articulatie. Daarmee bedoel ik dat je gaat proberen die T die je niet meer met die tongpunt kunt zeggen, om dat met de zijkant van de tong of op een andere plek te proberen te articuleren. Maar dat is dus gewoon, dat is wel een andere manier van articuleren. Er zijn weinig tot geen hulpmiddelen, alleen wel voor het slikken. Je hebt een tuitbeker, een rietje, een verlengde lepel. Maar dat zijn eigenlijk de hulpmiddelen. En voor de articulatie is dat er niet. Dat is niet helemaal waar. Dat zal ik in mijn presentatie ook laten zien. Er zijn natuurlijk voor die articulatie ook wat mogelijkheden. En dat is namelijk met de tandarts dat wij soms proberen om ook in een gebitsprothese verdikkingen aan te brengen, waardoor het voor een patiënt makkelijker is om met de tong weer een afsluiting te kunnen maken naar boven toe. Maar goed, dus er is wel wat, maar het is niet veel aan hulpmiddelen. En de ontwikkeling in de operatietechnieken. En ja, daar is de fibula-reconstructie is daar wel het grootste voorbeeld van de laatste tijd. En ja, wat dat betreft zie ik ook erg veel patiënten met deze reconstructie. De kaakchirurgen bij ons in het ziekenhuis doen er echt 1 per week. Dan is het natuurlijk dat stukje radiotherapie. Dus dat zijn de patiënten die in principe niet chirurgisch zijn behandeld, maar die alleen maar de radiotherapie krijgen. Maar daar vallen natuurlijk ook de patiënten onder die na de chirurgie ook de radiotherapie krijgen. En door die radiotherapie kan die slikbeweging verminderd zijn, omdat de beweeglijkheid vermindert. En dat is eigenlijk, dat heet dan die fibrosering, die verbindweefseling. De peristaltiek, die kan verminderd zijn. Dat is natuurlijk ook weer een beweging die stroever is geworden, met alle gevolgen van dien. De beweeglijkheid van de hals kan minder zijn.
En als we het hebben over de laryngstumoren en niet de laryngectomie, dan kan ook de bewegelijkheid van de stembanden verminderd zijn met heesheid. En dan heb ik het natuurlijk niet over de laryngectomie, maar dan heb ik het over de kleine laryngstumoren waarbij de stembanden nog intact zijn of voor een groot deel bestraald. Hetzelfde met de radiotherapie met de orofaringstumoren. Daar is natuurlijk de radiotherapie op het mondgebied. Dus dan zie je ook dat daar xerostomie kan ontstaan. Die ontzettend droge mond omdat die speekselklieren zijn uitgeschakeld of geraakt door de bestraling. Je ziet mucositis, dat vind ik vaak wel een verschijnsel wat je tijdens de bestraling ziet. Die ontstekingen in de mond. Omdat de flora en fauna volledig op zijn kop staat door de bestraling, ontstaan er vaak die ontstekingen. Ook hier weer op de wat langere termijn die fibrosering, die verbindweefseling. Tijdens de bestraling ook die smaakverandering of smaakverlies. En daarbij wil ik ook zeggen dat dat vooral voorkomt bij de mensen die radiotherapie krijgen met chemo. Want die chemo die maakt echt dat die smaak volledig wordt uitgeschakeld of volledig veranderd. Nou, dat heeft ook als consequentie dat er een verminderde eetlust is. Als jij namelijk het heel anders proeft, als alles proeft als karton of als ijzer, dan kan je voorstellen dat je niet meer zo'n trek hebt om te eten. En als je ook erg veel pijn hebt in de mond, dan vermindert de eetlust ook. En bij de radiotherapie, wat je echt bij iedereen ziet, is die enorme vermoeidheid. Dan wil ik dan ook weer even de radiotherapie na chirurgie afzetten tegen de laryngectomie en de commando. Dan zie je die vermoeidheid komt bij beide voor. Die xerostomie kan ook bij beide voorkomen. Bij de laryngectomie wel vaak wat minder. Maar ook daar kan ook het effect zijn als de bestraling net wat hoger in de larynx is. Dat ook daar de speekselklieren geraakt worden. Die verminderde peristaltiek, wat ik al zei. Die verminderde bewegelijkheid van de hals. En de fibrose, de verbindweefseling en de stenose, dat is vooral in de slokdarm. Dus daar zie je die verharding in de slokdarm en dat noem je dan de stenose. Bij de commando is dat dan ook de vermoeidheid, de xerostomie, de beperkte bewegelijkheid van de tong of van het deel van de tong wat nog over is en functioneert. Beperkte bewegelijkheid is er natuurlijk ook door de reconstructie. Er is een lap vastgemaakt aan de tongrest en dat kan enorm beperkend zijn voor de tong die nog kan bewegen. Ook de radionecrose van de kaak is een ontzettend probleem en de broosheid van tanden en kiezen. Wat zijn al, want dat was ook echt een vraag en ik moet zeggen, ik zie tegenwoordig zoveel patiënten terug met late effecten van de radiotherapie. En dat was ook een vraag van, goh, vertel daar wat over. En ik zie echt veel patiënten terugkomen dat ze ook na 10 jaar, 15 jaar terugkomen en zeggen, joh, het eten zakt niet meer. En dat kan natuurlijk zijn doordat die peristaltiek alleen maar slechter wordt. Die bewegelijkheid kan alleen maar slechter zijn geworden. Of het eten zakt niet meer, omdat er een stenose in de slokdarm is ontstaan. Bij de laryngectomie is het zo dat mensen met de slokdarm spreken. En als die slokdarm, als daar ook een verminderde bewegelijkheid is, kan je je voorstellen dat die trilling slechter wordt. Dus dat je stem ook slechter wordt. Dat betekent ook dat die achteruitgang van de verstaanbaarheid ook aanwezig is. Ook daar heb je die verminderde bewegelijkheid van de hals. Ja, dat heb je al genoemd. Maar het kan ook zijn dat
de eerste 5 jaar helemaal niet zo'n probleem is, maar pas daarna dat het veel erger is geworden. Wat wij ook terugzien, is dat patiënten terugkomen die 10, 15 jaar prima met die ventielstemprothese hebben gepraat en dan terugkomen dat er ineens ontzettend veel problemen zijn en dan niet zozeer lekkages erdoor, want dat maak je altijd meer mee, maar gewoon dat er ontstekingen ontstaan rond de prothese, dus ook lekkage. En dat is ook omdat het weefsel daar ook slechter wordt. En dan als laatste bij de laryngectomie zien wij ook voorkomen die vernauwing van het stoma, dat het krimpt. Dat kan ook een jaar na dato of veel sneller zijn. Maar je ziet ook dat mensen jarenlang eenzelfde maat stoma hebben en dan plotseling dat ineens gaat krimpen. En dat kan toch ook weer te maken hebben met dat weefsel wat maar verder gaat verlittekenen, waardoor ook een stoma kan vernauwen met alle problemen van dien. Wat zie je dan bij de commando's, die late effecten? Daar zie je natuurlijk bij dat die tong, de bewegelijkheid van de tong minder wordt. Aantasting van glazuur door de droge mond. Ook aantasting en afbreken van tanden en kiezen door minder speeksel. Als het veel droger is in de mond, is dat voor het glazuur ontzettend funest. En kunnen dan gaan tanden, je ziet het gewoon gebeuren dat ze langzaam afbreken. Door die slechte bewegelijkheid zie je ook van de tong, zie je dat mensen moeilijker slikken. Ook een achteruitgang van de verstaanbaarheid. Het kan zijn dat de mond moeilijker geopend kan worden, een trismus. Dat is dus dat een verharding optreedt bij het kaakgewricht en er geen opening meer mogelijk is, of heel sumier. En omdat de bestraling natuurlijk op het mondgebied is, is dat ook op de kaak de beschadiging van het kaakbot, waardoor de spontaan botbreuken kunnen ontstaan. En dat bedoel ik echt spontaan, dat na jaren ineens een appel eten kan betekenen dat het bot breekt. En wat er ook kan gebeuren is dat het bot deels afsterft, waardoor het bot bloot komt te liggen, wat ontzettend pijnlijk is voor de patiënt. Hier wil ik jullie een voorbeeld laten zien van het glazuur, wat door de radiotherapie helemaal kapot is gemaakt. En je ziet dus dat je denkt, nou die poetst slechte tanden. Nee. Daar is dus na de radiotherapie, en dat is echt jaren na dato, is dat het gebit er zo komt uit te zien. En dan denk je, god, die twee voortanden, die hebben het gered. Nou, dat waren al jackets. Dus ook onder die jackets is daar ook al aantasting. En dat kan je heel goed zien aan die linkerbovenkant. Zie je ook al dat het daar bruin aan de onderkant is. Dus dat daar ook al aantasting is. Een ander plaatje wat ik jullie wil laten zien is dat er de osteoradionecrose, en dat zie je hier, is het bot weg. Dus naast dat frame wat je hier ziet staan, dat witte frame, is daarachter is het bot gewoon voor een groot deel verdwenen. Gewoon door een radionecrose, door de bestraling. En op het plaatje zie je heel goed dat het bot aan de rechterkant intact is. Dat is breed, dat is de onderkaak. En je ziet aan de linkerkant dat dat bot voor de helft of voor meer dan de helft al afgestorven is. Dus daar hoeft nog maar wat te gebeuren en dan breekt het. Dus dat komen wij zeker ook tegen. Wat ik dan even wil laten zien is een normale slik. En dat zie je eigenlijk altijd bij van die mooie animatiefilmpjes. Maar ik wil het even laten zien in het echi. Hier zie je de stembanden. Dat zijn die twee grijze banden die je daar ziet. Daarachter met de verlichte plek zie je de epiglottis. Het strottenklepje. En dat strottenklepje dat sluit
De luchtpijp, dit is de luchtpijp, want daarin zitten de stembanden, sluit het af. Hierachter zie je een kleine opening van de slokdarm. En wat het strottenklepje doet, dat sluit. Marie, ja, ik heb. Je ziet dat niet, hè? Ik wijs het aan. Ja. Hoe doe ik dat? Met je muis, als het kan. Ja, ik doe dat met de muis. Maar doe je het met de muis op je laptop of doe je het met de muis op de... Zie je het nu wel? Nee, toch? Nee. Nou, misschien kan je gewoon dan even beschrijven waar je je pijltje wil zetten. Ik zie bijvoorbeeld twee bobbeltjes. Ja, dat zijn de arytenoïden. Daar wil ik verder niet heel dik over uitweiden. Die maken de stembanden weer wijd. En die helpen zeg maar mee om de stembanden in deze stand te krijgen. Waardoor je gewoon goed kan ademhalen. Maar je ziet linksonder dat overbelichte gedeelte. Dat is dus de epiglottis. En die, als je de luchtpijp zo hebt, de epiglottis, die sluit heel even af als je slikt en gaat dan weer omhoog. Dat betekent als je hem afgesloten hebt, dat al het vocht in de slokdarm verdwijnt. En als je hem weer open doet, kun je weer gewoon ademen. Dan zal ik bij dit filmpje zie je heel mooi dat je even geen beeld hebt. Dus de epiglottis doet het goed en dat heet whiteout. Als wij van boven met zo'n cameraatje kijken, dan laten we de patiënt met blauw water slikken. En dan moet je eigenlijk geen blauw zien nadat je geslikt hebt. Want dan zit alles keurig in de slokdarm. Nou, kijk goed, want dan zie je ook dat dit bij deze patiënt gewoon gebeurt. Dus je neemt een slok water, je ziet even niks. Nou, en daarna zie je dat dat keurig verdwenen is. Helemaal bovenin zie je wat luchtbelletjes en daar is het water. Maar dat is ook aan de kant van de slokdarm, dus dat is helemaal goed. Dan gaan we naar de volgende dia. En daar zie je dus, nog niet bewegen, stop. Hoe ga ik dat terug doen? Even zo. Ja, bij deze dia. Dit is een patiënt die 15 jaar na dato terugkwam, bestraald was en terugkwam met enorme slikklachten. Je ziet dat die epiglottis, dat ovale rondje wat rechtop staat, dat is de epiglottis. Nou, dat is al geen goede vorm. Die hoort niet zo naar binnen een U-vorm te hebben. Dus die staat rechtop. Je ziet ook helemaal diep beneden de stembanden, dat klopt wel. Maar je ziet daar rondomheen al heel veel slijm. Dan weet je eigenlijk al, als je dat ziet, dat is niet goed. Want dat is dus niet goed weggeslikt. En helemaal bovenin zie je een opening. En daar zie je een kleine opening en daar zie je de slokdarm al. Nou, laat ik dat zien. De patiënt neemt ook blauw. Ja. En je ziet dat die, ten eerste zie je dat die epiglottis helemaal niet beweegt. Dus die sluit die hele luchtpijp niet af. En dan zie je ook onderin, zie je daar ook blauwe druppeltjes liggen. Boven, je ziet het hoesten. Nog een keer een slok. Maar je ziet dat blauw, ja, het gaat heel snel hoor. En daar moet je wel een geoefend oog voor hebben. Maar dat blauw overal rond de stembanden zat. En dat een patiënt zich gigantisch verslikt. Oké, dat was dus even een voorbeeld van iemand die echt terugkomt en ineens gigantische slikklachten heeft, omdat die epiglottis niet goed beweegt. Wat is de algemene impact van die late gevolgen? En die late gevolgen vind ik echt, dat zijn gevolgen die niet in het eerste jaar, maar echt daarna pas optreden. En dat kan ook zelfs na 10 jaar zijn. Die vermoeidheid die blijft. Dat kan blijven en dat kan weer versterkt worden. Die verminderde verstaanbaarheid, waardoor communicatieproblemen. Het niet meer alles kunnen eten.
Wat ja, natuurlijk echt ook een sociale impact heeft. Het aanpassen van de voeding. Wat voor veel patiënten ook echt een stap terug is. Iets wat ze altijd lekker hebben gevonden, niet meer kunnen eten. Die reïntegratie, dus het weer teruggaan naar het werk. En vaak als iemand weer werkt, dat dat dan weer problemen gaat geven. Omdat die verstaanbaarheid achteruit gaat. Het eten moeilijker gaat. En een baas zegt, nou sorry, ja, die lunchpauze van een half uur extra, ja, dat vind ik eigenlijk niet een strak plan. Gelukkig hoor ik ook goede verhalen, maar ik hoor ook echt hele trieste verhalen. En wat er gebeurt, vind ik, en dat zie ik vaak terug bij patiënten, is dat het zelfvertrouwen weer achteruit gaat. Ze dachten, nou, we hebben het weer op de rit, het lukt weer allemaal. En dan, boem, worden ze toch weer even weer 10 stappen teruggezet. Dan denk je van, ja, wat kan ik daar nog mee? Nou, dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk, die late radiatie-effecten. Het is altijd goed om weer aan te kloppen in het ziekenhuis. Het beste is zelfs om dat bij de radiotherapeut te doen. Maar als het natuurlijk KNO-gerelateerde klachten zijn, ga je toch altijd eerst naar de KNO. Maar dat kan zeker ook de radiotherapeut zijn. En hopelijk dat die dan weer verwijst naar een andere hulpverlener. Maar ik zie patiënten ook direct terug. Als ik ze nog ken en hebben problemen, mailen ze mij en zeggen, joh, het gaat ineens niet meer. Nou, wat ik als logopediste ook doe, is het versterken van de slikspieren. En dat zijn twee prachtige namen. De Masako-oefening, dat is een oefening waarbij je met je tong tussen je tanden, zeker de moeite waard om dat te oefenen, tong tussen je tanden en dan probeer te slikken. Daarbij moet je veel krachtiger slikken, waardoor je die kracht traint van die slikbeweging. En de Shakir-beweging, ja, die ga ik nu niet voordoen, want dat is plat op bed met het hoofd kantelen. Waarbij je de spieren aan de buitenkant van het strothoofd sterker maakt. En dat kan de slikbeweging versterken. Ook kan het zijn, als patiënten die stenose hebben, dat een slokdarm nog opgerekt kan worden. En dat kan door middel van onderzoek in narcose, soms bij de MDL-arts. Maar het kan ook bij ons in het ziekenhuis dat patiënten worden opgerekt met sondes. En dat zijn siliconen sondes, die worden bougies genoemd. En vooral bij de laryngectomie-patiënt wordt dat gedaan. Dat een patiënt dus zo'n sonde moet inslikken. En dan daar waar de stenose is, wordt die sonde 7 à 10 minuten, blijft die daar hangen, waardoor je hem oprekt. En dan probeert een dikkere sonde te plaatsen, om de slokdarm weer wat wijder te maken. En je ziet dat dat zeker bij heel wat patiënten werkt. En de patiënten zeggen vaak, joh, nou, die zitten daar, die doen dat. Dat kan bij een laryngectomie-patiënt, want die kan gelukkig doorademen door het stoma. En die merken dat als de maand voorbij is, vaak na 4 tot 6 weken, dat het weer wat slechter wordt. En dan gaan ze weer terug om het te laten oprekken. Natuurlijk kan je de voeding aanpassen. Dat kan ook een verwijzing bij de diëtiste zijn. Wat kan ik nog doen? Welke producten kan ik nemen? Vaak komen patiënten dan toch ook wel bij mij terug. En dan gaan we gewoon kijken wat we kunnen doen, wat we kunnen aanpassen. Ik vertel ook als eten even moeilijk is, verwijs ook heel vaak naar de site van de PVHH, waar ook allerlei recepten op staan. Eline is daar natuurlijk een kanjer in die dat met zo'n groep doet. Ook kan het zijn dat die protheses aangepast moeten worden. En wat ik net vertelde, dat we soms met de tandarts kijken, kunnen we een prothese, zeker een bovenprothese, wat verdikken aan de voorkant, waardoor je met de tong makkelijker
tegen de prothese aankomt, waardoor je het voedsel toch wat makkelijker naar achteren kan duwen, waardoor de articulatie wat makkelijker is. Je kan doorverwijzen naar een mondhygiënist om te kijken wat kunnen we nog voor tips en tricks uithalen om dat gebit zo goed mogelijk te houden. Een optie is ook de zuurstoftherapie. Vroeger werden de patiënten die dus de radionecrose hadden, werden dan naar de zuurstoftank gestuurd. Waarbij je onder druk enorme boost krijgt van zuurstof, wat het bot enorm kan versterken. Maar er is toen gebleken dat dat niet alleen maar helpt voor het bot, maar dat dat ook voor de wondgenezing enorm kan helpen. En ook voor die fibrosering, dat dat toch weer iets soepeler kan worden. Dat is nog niet hard gemaakt, maar er zijn echt patiënten die in die zuurstoftherapie gaan en zeggen, daarna kan ik toch weer iets makkelijker slikken. Wat je ook kan doen is een verwijzing naar een speciale fysiotherapeut, een orofaciaal therapeut. Dat kan je opzoeken op internet. Die staan echt op een lijst. Die zijn echt specialisten. En dat is dus vooral voor de trismus om weer die mondopening groter te maken. Maar wat natuurlijk ook ontzettend belangrijk is, dat laatste stuk, die psychosociale ondersteuning, vergeten veel mensen dat dat ook enorm kan helpen. Nou, is het zo als ze bij mij komen dat ik ook zeker dat luisterend oor heb, maar het kan ook heel goed dat een professional dat doet. En ook zijn er huizen waarbij dat ook Vredenburg, bij ons in Rotterdam, maar je hebt ook die inloophuizen waar ook die psychosociale ondersteuning is. Hier zie je een voorbeeld van een prothese die wij waarbij al een opening was in het gehemelte, nadat de tumor was verwijderd, maar dat veel groter was geworden. Nou, dan kijken we, kan dat nog meer verdikt worden, waardoor dat gat weer helemaal, waardoor het weer dichtgemaakt wordt. Je ziet dan dat er vaak implantaten geplaatst moeten worden. Hier zie je de magneetjes, omdat zo'n bovenprothese dan heel zwaar wordt. Maar ja, dat gaan we dan bekijken. En dat is ontzettend interessant om dat te doen, om dat toch proberen aan te passen. Er worden ook vaak kleine plaatjes in het ondergebit als er kiezen gemist worden. Dat als je die kies met een plaatje er aan een vast gebit kan zetten, is dat er minder opening is, waardoor die tong gewoon weer beter aansluiting heeft. Zo zijn er veel mogelijkheden. Hier zie je een voorbeeld van met de trismus. En dat is de Therabite. Dat is een apparaat waarmee je die mondopening kan vergroten. Het nadeel, en dat zie je hier ook, dat het gebied waarmee of het apparaat wat in de mond geplaatst moet worden, is vrij groot. Dus als de trismus hier heel erg is, krijg je dat niet gedaan met die Therabite. En dan kan je dus ook werken met de spatels, zoals het plaatje daaronder. Waar je daar weer enorm moet oppassen, want dat doe ik namelijk ook bij patiënten, is dat als die druk alleen maar op de voortanden komt en die zijn al broos, dat er dus dat ook tanden kunnen afbreken. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Wij hebben als logopedistes gezegd, ga naar de orofaciaal therapeut, die is ervoor. En die heeft ook echt goede oefeningen om die trismus te verminderen. Hier wil ik nog laten zien, want dat zijn heel veel mensen die dat toch op internet hebben gezien, dat er twee onderzoeken zijn, ook revalidatiemogelijkheden en allemaal late effecten bij het slikken. En de eerste is een onderzoek van intensieve sliktraining na laryngectomie. En dat is met een apparaat, de Swallow Exercise Aid. En dan wordt elke keer met MRI onderzocht. Er wordt eerst dus in kaart gebracht welke spieren worden er nou geactiveerd. En worden ze nu sterker als ze dat apparaat gebruiken? Dat onderzoek is nog bezig. Ik weet dat een patiënt van mij
heeft zich daarvoor aangemeld en gebruikt het, een laryngectomiepatiënt. En die zegt dat hij er baat bij heeft, dat hij vindt dat het slikken wat makkelijker gaat. En morgen hebben wij een vergadering met alle oncologo's vanuit alle academische ziekenhuizen. Dat is altijd één keer per jaar. Ontzettend leuke vergadering. Waarin we dus dit apparaat waarschijnlijk zullen zien, want ik zag dat het op de agenda stond. Het andere onderzoek, dat is de intensieve slikrevalidatie naar hoofd-halskanker in het Radboud. Dat onderzoek is al afgerond. En ik denk dat dit jaar daar de resultaten van komen. Dat was een onderzoek waarbij ze hebben geprobeerd de patiënt een training te geven om hem krachtiger te leren slikken. Dat moest een patiënt 1 uur per dag doen, 5 dagen in de week en 3 weken lang. En dat was niet zozeer dat ze echt alleen maar sec oefeningen kregen, maar er werd dus met de patiënt samen een doel geformuleerd. Goh, ik zou zo graag weer toosjes willen eten. En dat ze dan keken, wat kan dan daar nog in? En aan de hand daarvan oefeningen bedachten. En die moest een patiënt dan 1 uur doen per dag, 5 dagen in de week, 3 weken lang. En ook daar zijn goede resultaten behaald. Maar de gegevens staan nog niet zwart op wit. Dat zal zeker dit jaar naar buiten komen. Wat ik net al aantipte, die psychosociale impact, is dat je ziet dat patiënten dus echt sociale contacten vermijden en verminderen van sociale contacten, omdat ze gewoon niet goed verstaanbaar zijn. Mensen zeggen, nou, ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik haal alles uit de schappen bij Albert Heijn. Ik ga niet meer naar de buurtwinkel, want ze verstaan me toch niet. En zo gaat dat ook met die verminderde orale intake. Dat je niet meer uit eten durft te gaan. Of ook niet zegt, ik ga bij Pietje of Jantje eten, want ik kan toch niet mee eten. Dat doet niet iedereen, maar het gebeurt veel te veel dat toch erin sluipt dat mensen dat niet meer durven. Beperkingen in het werkzame leven, en dat vind ik echt, dat de patiënten die wij zien, misschien omdat ik ouder word, maar toen ik startte in 86, dacht ik echt allemaal, dat zijn allemaal mensen boven de 60. Maar nou ben ik zelf boven de 60. En ik zie dus zeker patiënten die echt jonger zijn en nog echt in het werkzame leven zitten. En die dus dan echt hun beperkingen zien, doordat ze moeilijker kunnen communiceren, de orale intake tijd kost en dat ze sneller moe zijn. Nou, ga dat maar eens uitleggen. En dat is niet altijd, wordt dat positief gehonoreerd. Nou, en wat je dan ziet is dat mensen kunnen, gelukkig, waarschijnlijk ook de mensen die nu naar mij luisteren hebben dat niet, maar in een sociaal isolement komen, omdat ze minder begrip krijgen van de omgeving, dat ze ontslagen kunnen worden, daardoor een financiële achteruitgang, en dat dat ook een impact heeft op je leven, op alles. Dus die psychosociale impact is heel, vind ik echt iets waar nu wel gelukkig steeds meer aandacht voor komt. Dat zie je bij ons ook in het ziekenhuis door middel van de zorgmonitor. Patiënten krijgen allemaal vragenlijsten elke keer bij elke controle, waarin ook dit soort vragen gesteld worden, zodat dat ook aangekaart kan worden bij de controle bij de arts. En die dan weer zou kunnen doorsturen naar een verpleegkundig consulent om daarover te praten. Of naar mij, dat maakt dan niet uit. Maar je ziet wel dat dat beter in kaart wordt gebracht. En wat ik dan zelf ook heb gemaakt, en wat eigenlijk 2 weken geleden had ik dus een mevrouw die 15 jaar op jonge leeftijd, 46... nog jonger, 40, een commando-operatie had gehad. En nu terugkomt. Dus die na die commando het weer, weer is opgestart. Eerst het fysieke herstel. Daarna de volgende stap binnen de met partner en familie, waarin dat weer helemaal goed liep. En daarna ook het werk, wat ze weer helemaal had opgepakt. Reizen en vakanties.
En zelfs ook dat ze zei van, goh, ik heb weer mijn oude hobby heb ik opgepakt. En na 15 jaar vreselijke problemen krijgt, omdat die bewegelijkheid enorm achteruit gaat van haar tong. Dat er kiezen zijn afgebroken, waardoor het kauwen niet meer goed gaat en ze niet meer goed kan slikken. Of in ieder geval dat de voedsel, de orale intake echt achteruit is gegaan. En dat ze zegt, ik ben niet terug bij af, maar ik ben weer terug bij dat kleine cirkeltje. En ik kan nog net mijn hoofd boven water houden, want op het werk, die hobby's heeft ze al lang weer geparkeerd. Dat werk wordt ze nu eigenlijk, werken bij de overheid, dacht ik dat het niet kon, maar dat kan. Heeft ze nu, wordt ze ook op een zijspoor gezet en eigenlijk willen ze dat ze gewoon weggaat. Dus ze zegt, joh, ik ben weer terug bij af. Dus in dat chronologische proces, dat je binnen dat jaar denkt, oh, ik ben weer hersteld. Jeetje, het gaat ook weer gewoon binnen mijn kleine cirkel, gaat het weer goed. Ik heb de draad weer met het werk opgepakt. Mijn oude hobby, ik heb een patiënt en die voetbalde en nu gelaargectomeerd. Had dat ook weer opgepakt met verschillende filters die er zijn. Dat die zijn, nou dat lukt best. Je weet ook bij gelaargectomeerd die zeggen, nou ik ga gewoon weer proberen te zwemmen. Dus dat is hartstikke fijn. En dan zie je dus 10 jaar later dat je eigenlijk weer teruggegooid wordt. Dus ook in dat chronologische proces zie je een enorme golfbeweging. En dan als laatste dia wil ik zeggen, alsjeblieft, als er iets is, ook met die late, vooral weer met die late effecten die er zijn van de behandeling die jullie hebben ondergaan, klop altijd aan, want er zijn altijd hulpverleners die weer willen helpen. En als je die contacten al had, mail of bel weer. Ga terug naar een arts. Er is altijd die helpende hand. En die laatste dia. Alle paramedici samen willen echt proberen de patiënt weer op het pad te krijgen. Waardoor je weer plezier krijgt in je leven. Waardoor je weer grip krijgt op het leven. En waardoor je toch weer op een prettige, fijne manier kan verder gaan. Nou, dat was mijn verhaal. Einde. Diavoorstelling.